6, 7, 8, 9, 10. Yes, we got a winner. Beste kijkers van Smol, wat leuk dat jullie erbij zijn bij een nieuwe video. En wat gaan wij doen? In de komende weken gaan wij naar een fijn kerst toe werken. En wij gaan mensen helpen om het aangenamer te maken. Nou, en om al een beetje in die kerststemming te komen, hebben wij besloten dat we naar de stad gaan en mensen wat warmte gaan geven door cadeautjes uit te delen. We zouden Smol natuurlijk niet zijn als ze die cadeautjes gratis zouden krijgen. Dus daar moeten ze natuurlijk wel iets voor doen. Blijf kijken en zie hoe wij de mensen gaan verrassen. Later, tot ziens. We hebben maar een beperkt budget voor vandaag. En we willen zoveel mogelijk mensen blij maken in de stad. Dus het zou zonde zijn als we ons geld moesten uitgeven aan dingen zoals inpakpapier. Gelukkig hebben we nog een hele hoop inpakpapier over voor onze huisinpakvideo. Dus laten we dat hergebruiken. Hier. Ja, neem gewoon die hele ton maar mee. Hier. Dit is wel genoeg. Dank je. Hey. Je kan er een euro of 50 cent in stoppen. En dan gaan we natuurlijk voor 50 cent. Het is tijd om ons budget te gaan pinnen. Ja, 50 euro. Oké, we zijn bij de eerste stop aangekomen. We gaan even kijken of we hier wat cadeautjes kunnen scoren. Uitzoeken, 1 euro. Ja, ik denk dat we mensen hier niet blij mee kunnen maken. Nee, dit is troep, snap je? We moeten leuke cadeautjes hebben. Mm-hmm. Kijk, we hebben hier theelichtjes op batterijen. Veel mensen vinden het leuk om hun kaarsje aan te zetten. Of als het donker is, gewoon sfeer te creëren. En deze, die gaan gewoon net wel langer mee. En voor een mooi prijsje. We hebben hier gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadeautjes. Yes, gewoon maar in het winkelwagentje. Hoppa. Nou hebben we hier weer 8 cadeautjes. Voor maar liefst 60 cent. Deze dingen zijn er veel, wegen weinig en kosten niet veel per 100 gram. Dus ideaal veel snoep voor een goed prijs. Dat is dan veel snoep. Voor weinig geld. Doe maar. Dan toch nog een beetje lekker warm te krijgen in de winter. Speciaal voor de dames. Niels, wat heb je hier? We hebben hier een spaarpot. Hè. Dan kan je al je kleingeld in doen. En op het einde van de maand heb je gewoon een leuk zakcentje extra. Dit keer een iets duurder cadeautje, 10 euro. Dit zijn fietsmoffen. Voor de mensen die niet weten wat het zijn, ik heb het ook pas net uitgevonden. Dit is als je fietst om over je stuur heen te doen en dan kun je handen lekker warm blijven. Ik denk vooral in de winter is dit heel handig voor mensen. Ik denk dat we nu al bijna aan ons bedrag zitten. Het is tijd om naar de kassa te gaan. Wat? Ze hebben hier een inpaktafel. Dames en heren, die proberen gewoon de kerstman te versieren. Deze werkt. Ivo, jij kan echt niet inpakken. Hier, kijk eens Ivo zijn andere cadeautjes. Kijk. Het is gewoon een rol plakband, man. Mevrouw, hoe zou u het vinden om een gratis cadeautje te winnen? Het enige wat u ervoor hoeft te doen, is een willekeurig iemand in de stad een compliment geven. Dat is zeker een grapje. Nee, het is echt wel, 100%. Ja, ik doe het wel. Oké, top. Hoppakee, ching ching. Wie gaat u een compliment geven? Ja, dan moet ik even mensen zien. Oké, top. Mag ik even jullie een compliment geven? Jullie zo gezellig nog eens praten. Dus begin hier. She's trying to give you a compliment. Thank you. Thank you. Ze heeft in ieder geval de challenge gecomplete. Mevrouw, u mag een cadeautje uit. U mag een cadeautje uitkiezen, we keuren het goed. Jongens. Wat zou erin zitten? Oh, jullie hebben het goed vastgemaakt. Is dat de bedoeling dat je het niet los kunt krijgen? Zit een hele hoop van de jongens in inpakkunst. En wat heeft u gewonnen? Leuke kaarsjes. Helemaal voor u? Ja, vind ik heel leuk voor de kerst. Ik vind het heel leuk dat jullie dat doen. Dan gaan we inderdaad naar de volgende. Toch nog een leuke, toch iets meegemaakt. Fijne kerstdagen. Ja, dames. Wat zou jullie ervan vinden als jullie een gratis cadeautje uit mogen kiezen uit deze kar? Het enige wat er tegenover staat, is iemand hier een random compliment geven. Het mag alles zijn. Oh, je bent zo knap jij. Het mag een random iemand. Dan heb ik wel iemand die echt... Ja, dan was het wel, ja. Nooit de grootste pakken, want het is echt iets rots in, dat weet ik nu al. Er zit helemaal niks in, volgens mij. Wc-papier of zo. Leuke cadeautjes? Een cadeautje geven.
En complimentjes. Volgens mij geloof ik die vrouw maar niet helemaal. Ze keek me zo raar aan. Het gaat om de kerstgedachte. Ja, precies. Nou, je hebt ze wel goed ingepakt hoor. En nou, dus stop! Cheers, van ik geef het aan mijn moeder. Nou, ik ben even mezelf gaan wonen, dat is helemaal handig. Dat is ja, goed. Dankjewel. Ja, bedankt. En heel veel succes voor ja, mij. Ja, komt goed. Ja, als hij die grote had gepakt, had ze iets leuks gehad. Ja, grote dingen zijn altijd slecht blijkbaar. Opa, wilt u een cadeautje winnen? Nee, wilt u geen cadeautje? Wat zou je ervan vinden om hier een cadeau uit te mogen kiezen? Ik heb één ding voor te doen. Potjes tegen piers gaan. Als je wint, mag je iets kiezen. Als je verliest, mag je ook iets kiezen. Maar dan moet je nog een andere opdracht doen. En dat is je ex opbellen en alvast een gelukkige kerstwens. Ik heb geen ex. Geen ex? Nee, ik ben 6 jaar in een relatie. Ik heb geen ex. Ah. Dat was lastig. En zij? We zijn van België, wij kunnen hier niet bellen. Ik kan bellen. Maar ik wil je geen zin bellen. Ja. Ja, dat vind ik wel goed. Oké, ik kies steen, hè? 2 van de 3. Steen, papier, schaar. Ja, oké, okay, je mag een cadeautje uitkiezen. Er zit van alles in. Er zitten leuke cadeautjes in, grappige cadeautjes. Maar ja, ook vervelende cadeautjes. Oei, daarmee pak ik niet het grootste, ik weet dat. Oh, dat zei de vorige ook al. En zin! Lekker warm voor in de winter, hè. Maar ik ben deze kerst ook al vrij. Allee, zij heeft een vriendje, misschien kan zij hier gebruik van maken. Maar ze heeft ook een vriendje nu. Oh, nu? Ja. Oh, dat ging snel. Hallo dames, zouden jullie een prijs willen winnen? Ja, Yvonne wilde dat wel. Ja, Yvonne. Doe ik deze man. Yvonne. U heeft alleen maar een keer zingen en dan mag je kiezen. Okay. Jingle bells. Ja, heel kort. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Let's go. Oh, let's go. Bijna. Met de sneeuw. Ah, ik tel hem goed, ik tel hem goed, ik tel hem goed. Yes, ja. Oké, dat is kei nuttig dit. Kijk, een nieuwe douchekop. Een nieuwe douchekop. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijne feestdagen, mevrouw. Nou, dankjewel. Doei. Dankjewel. Doei. Wil jij een prijs winnen? We hebben een hele winkelwagen vol met prijzen. En jij mag gewoon eentje pakken als je wilt. Maar moet je wel iets voor je ex een compliment geven. Het is alleen je ex bellen en te zeggen, wat heb je leuke schoenen aan. Of je wenst er een fijne kerst. Nou, nee, liever niet. Het is nog vers. Dus. Oh, dus we hebben nog een andere challenge voor aan. Ja, doe een dansje. Een dansje. Oh, skills, skills. Ja, goed, helemaal goed. Nou, zet dat goed vast, hè? En het is. Spotjes. Nog weer spotjes. Ah, dankjewel. Fijne dag. Fijne dag. Dames, zouden jullie een cadeautje willen? Oké, als jullie een kerstdansje doen. Of gewoon een dansje, dan mogen jullie een random cadeau uitkiezen. Yes! Oh yeah! En het zijn kerstballen! Alvast fijne kerst gewenst! Zouden jullie het leuk vinden om een cadeautje te winnen? Ja. Misschien iets leuks voor je vriendin? Dat is mijn vriendin niet. Nee. Ah, maar niet uit, het kan nog steeds iets leuks winnen. Hoe zou ik vinden als je hier gewoon een cadeautje van mocht meenemen? Ja, grappig. Het enige wat je ervoor moet doen, ja, is een kerstliedje zingen. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Nou, ik tel hem goed. Dus nou, pak maar een cadeautje. Er zit van alles in. Er zitten grappige dingen, leuke dingen. Dankjewel. Dankjewel. Moet al... Dat zijn Ivo's en inpakkunsten. Ja, ja, maar dank je wel. Nee, later. Doei. Doei. Meer. Mag ik iets vragen? Sorry? Oh, can I ask you something? Yeah, sure. Yeah, we got a lot of presents for Christmas. And you can get one of it. Really? If you do something for us. Like what? 10 push-ups and one is yours. All in push-ups? Yes, 10. 10 push-ups and you can choose whichever you want. Yes? Let's do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, we got a winner. What's the big one? We don't know. We don't know. But we can't say. We can't say. Ooh, I think I got this one. Wow. Yeah. It's all yours. Thanks. Happy Christmas. Thanks. Bye-bye. Bye.
Ah, weer iemand blij gemaakt. Dames, mag ik u iets vragen? We hebben hier nog 4 cadeautjes over. En jullie kunnen er eentje krijgen. Maar dan moeten jullie wel iets voor doen. Brandon, iemand een knuffel geven. Eentje voor jullie. Dan is het één van deze stappen. Ja, ik ga wel even. Mevrouw, zou ik even nog knuffelen? Ja, mag ik knuffelen? Ja! Oh yes, kijk wat een warme kerstboodschap is dit. Ja, perfect. Oké, okay, nou, er zit van alles in. Kies er maar één. Dat die grote. Het kan het meest handigste zijn van alles wat erin zit. Ja. Oh jeetje, wat erg! Ik heb nooit meer gekoud op de fiets! Wat is het? Oh ja, keileuk! Oh, best chill! Veel warme handen. Alvast fijne kerst, hè? Doei! Ja jongens, we hebben nog maar 3 cadeautjes over. Ziet er ook wel een beetje skeer uit om dit nou weg te gaan geven voor challenges. Dus gaan we het gratis weggeven. Ach, wat handig! Oh, oordopjes! Ja. Voor de afgrijzelijke kerstmuziek. We hebben net de kerstvideo opgenomen, we hebben nog cadeautjes over, dus ze dachten misschien zijn mensen er blij mee. Ja, doe maar, ja. Bedankt hè. Jij wil vast wel een cadeautje van mij. Ik heb hier een cadeautje. Om geld te sparen voor kerst, een spaarpot. Maak hem houden. Ja, ja, zeker, tuurlijk. Ja. Nou, we moeten deze nog kwijt. Laatste cadeau. We hebben een video opgenomen, we hebben in de stad gratis cadeautjes uitgedeeld en dit is nog het laatste cadeau wat overblijft. Hey, jullie zijn van sport. Van wie? Echt bekend. Nee, hey, een cadeautje. Een cadeautje voor oma. Of voor mama. Tadaa. Zo hé. Alsjeblieft en alvast fijne kerst gewenst. Nou, waar zeg je dan? Zal ik een foto met jullie? Ja, tuurlijk. Oké, jongens, we hebben alle cadeautjes weer uitgedeeld. En zo komen we tot het einde van deze video. Ja, vonden jullie deze video leuk? Zijn er nog meer leuke video's? Moet je even op een Moneywise balkje klikken. En dan kom je bij een afspeellijst met nog meer van dit soort leuke video's. Dus vergeet geen blauwe duimpjes omhoog. Laatste reactie en dan zien we jullie de volgende keer. Later!